En de regering bespreekt protocollen voor gevaccineerden om gezamenlijke activiteiten te kunnen ontplooien. Dit zei gezondheidsminister Amar Ramadan gisteren tijdens de COVID-persconferentie. De regels zullen in de toekomst gehandhaafd worden bij activiteiten waar alleen volledig gevaccineerden aan zullen mogen deelnemen. Dat betekent dat ik na 18 mei, als ik weet dat u ook volledig gevaccineerd bent en daarmee ook uw partner of andere vrienden, dat wij een setje buiten kunnen houden zonder masker. Dat bedoelen we. Uiteraard niet 600%, dus wij zullen ook nog gaan moeten fine-tunen met onze deskundigen wat veilig is voor Suriname. Ramadan zegt verder dat Suriname de discussie niet kan vermijden. Er wordt volgens hem al wereldwijd gesproken over een normale gang van zaken voor mensen die ingeënt zijn. De bewindsman zegt dat het vaccineren nodig zal zijn als je aan sociale activiteiten wil meedoen. En u hebt de discussie gehoord, internationaal. Er wordt al gewerkt aan een vaccinatiepaspoort. Er worden inzichten gecreëerd over het reizen straks met vaccinatiepaspoorten. U hebt begrepen dat Amerika bijvoorbeeld nu een travel ban heeft op India. Maar er wel uitzonderingen zijn voor personen die bijvoorbeeld een negatieve PCR hebben, maar ook een vaccinatiekaart kunnen overleggen. Dus je ziet dat die ontwikkeling al plaatsvindt. We gaan die ontwikkeling als klein land in de wereld niet kunnen stuiten. Die ontwikkeling zal komen, maar wij als Suriname, we hebben de president ook gehoord praten over dat misschien activiteiten mogelijk zullen zijn als je gevaccineerd bent. Dat is het idee wat de president, de heer Santokki, aangeeft dat internationaal speelt. En dat wij ongetwijfeld zullen moeten meegaan met die ontwikkelingen. Maar die discussie is nog niet over. Wij zijn nog aan het kijken en wij gaan mee als land met internationale consensus. Dus internationaal, wat internationaal geaccepteerd is, dat zullen wij ook bespreken en mogelijk ook accepteren. Ramadan is van mening dat als klein land in de regio Suriname zal moeten meegaan met de stroom. De minister zegt dat het nodig is om zich te laten vaccineren in landsbelang.